Daan, je moet opschieten, want het andere team heeft hun twee boodschappen al zijn nu aan het afrekenen. Het andere team is al aan het afrekenen. 1 plus 1 gratis. Oké, we zijn naar buiten, Kom op, Vince, kom op, sneller. Hup. We gaan weer verder. Daar gaan we. We zijn weer op de fiets. Jeffrey wil ons niet bang maken, maar het andere team is al bij de derde winkel. Ja, maar ja, weet je, ik word gewoon genaaid. Ik zei het je, toen de camera uit zat, ik word genaaid. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Omdat we geen mensen mogen interviewen, gaan we maar toch een spelletje zelf doen met elkaar. Dat klinkt volgens mij heel vaag. Ja. Oké, maakt niet uit. Maar niet binnen. We hebben vandaag twee teams. We hebben team Gaddy en Daan. En we hebben team Vince en Job. Jullie zijn echt enthousiast. Even. Hey. Wat ze gaan doen, dat weten Vince en Gaddy weten dat niet. En dat krijgen ze nu te horen van onze mooie presentatrice Yara. Beste Vince en Gaddy. 2 weken geleden zijn jullie door jullie gedrag geschorst van het podcastkantoor. Beter bekend als de zintuigfabriek. Maar daar kan voor 1 van jullie verandering in komen. Jullie nemen het vandaag tegen elkaar op in de podcast Formule 1 fietsrace. Je kan toch de locatie zien? Hij steekt netjes zijn vinger uit. Jullie krijgen allebei een assistent. Deze staat in contact met de control room. Je weet toch wel wat de Hercules is? Dat is dat fietspad recht tegenover bij de schorpioen en alles. Maar let op. Voor ieder overtreden verkeersregel rekenen wij 10 seconden extra tijd. Succes, kandidaten. Beste Derek en Jeffrey. Jullie helpen Gaddy en Vince naar de eindstreep. Het is aan jullie om te bepalen of ze het zwaar gaan krijgen of makkelijk. Nou, ik weet wat ik ga doen. De heren moeten beide een tas met boodschappen brengen bij Hercules nummer... Dat is mijn oude adres. Dit gezin daar zit namelijk in quarantaine en kunnen de hulp van Vince en Gaddy dus goed gebruiken. Bij een aantal supermarkten moeten 2 producten gekocht worden die op dat moment in de aanbieding zijn. Als het gehele lijstje volbracht is, mogen ze pas naar het eindadres. Veel succes, maar bovenal veel plezier. Oké, ik ga het Gaddy moeilijk maken. Is goed, ik ga het Vince heel makkelijk maken. Ja, ik heb liever Vince op kantoor dan Gaddy. 3, 2, 1, go! We gaan beginnen. We zijn... Oh. Fuck. We zijn begonnen. Oké, mooi. We zijn weg, hero. We zijn loose. We gaan naar de Zandlaan. Op de Zandlaan gaan we naar rechts. Derek, we gaan nu van het ding af. Oké, jullie moeten... Bij de Zandlaan moet je naar links. Richting de molen. Oké, Vince, we moeten even aangeven als we bij de molen zijn. Vince gaat heel snel van start. Ze moeten de Zandlaanbrug over naar Rijnsburg. Ik ben nu al dood, gast. Vince, hoe gaat het? Hoe gaat het tot nu toe? Ja, kut. Ik moet op het stoplicht wachten. Maar wat voel je nu bij deze race? Ja, adrenaline. Alles gaat vanaf zijn. Hoezo ben je zo gedreven om te winnen? Nou, omdat ik naar kantoor wil. Oké, dan ga je zo links op de Valkenburgse weg. Oké, we gaan rechtdoor op de Valkenburgse weg. En ja, waar moeten we nou heen dan? Oké, we zijn nu wel op de goede weg, hoop ik. Ja, oké, dan gewoon rechtdoor naar de oude sloot. Zou je ook mijn hartslag horen nu? Oké, joh, je gaat zo bij de Assenstraat. Moeten jullie naar links. Dus de Asterstraat in, dat is tegenover G-Moves. Vince, hier komen! Vince, we moeten bij de Asterstraat naar rechts. Of links? Links. Ja, voor jou naar rechts. Oké, we rijden nu op de Asterstraat. Oké, linksaf. Naar Spinozalaan. Dat je langs de kinderboerderij gaat. Nu links. Nu op de Spinozalaan of zo. Hallo mevrouw, zal het oortjes in? Dat is hip. Oh Jeffrey, de 43 is in de aanbieding. Oh kut. Oh, de aanbiedingen. Oké. Zij moeten dus naar de Albert Heijn. En ik moet nu de aanbiedingen gaan zoeken van de Albert Heijn. En nu de aanbieding die ik wil aan het opschrijven wat ze moeten gaan halen. Vince is kapot, maar hij gaat lekker door. Hij blijft lekker doorgaan. Een tantum move, vriend. Ja, wat denk je van mij dan? Ja, oké. Oké, lange vaart linksaf. Linksaf. Get linksaf. Het zou wel dik zijn als ik word aangereden. Vince gaat lekker. Maar wat gaat hij nu? Waar gaan we nu heen? We rijden nu bij een of andere school. Even kijken, ik ga even kijken waar jullie zijn. Gewoon doorrijden. Tot je op een gegeven moment een mooie rood gebouw tegenkomt. Ja, daar zijn we al. Daar zijn we al langs. Ja, dan moet je terug. Oké, we moeten terug, Vince. Rondom. Vince, we moeten rond. Daar gaan we. We zijn nu bij een mooi rood gebouw. Vince, naar binnen bij het mooie rode gebouw. Bij welke straat moeten we naar rechts? Bij de Tulpenstraat naar rechts. Waar is de Tulpenstraat? Oh, Gert, hierin. Hey Gert, wil je hand uitsteken? Kom op. Je wilt toch naar kantoor, jongen? Netjes je fiets op slot zetten. Goed bezig. Oké, daar gaan we. Wil je even bijtanken? We gaan even bijtanken. Lekker bezig. Oké, je moet voor mij een pak Optimal halen. Die in de aanbieding is. En paasje vochtige doekjes voor je billen. Geef die portemonnee. Hoe je alles betalen? Oké, dit is even een kut moment. Jeffrey, je weet...
Ze weten niet waar jij hun geld hebt gelaten. Oh, het geld ligt in het voorste vakje van de Het geld zit in het voorste vakje van de tas. Daar zit een brief van 20 in. Hier, geld. Oké, wat gaat hij pakken? Welk gaat hij pakken? Een groot pak. We gaan een groot pak pakken van Optimal. Hij heeft een groot pak gepakt. We gaan nu weer verder. Waarheen? Rechtdoor. En als het goed is, zie je aan de rechterkant de hoftuin. Dan mag je daar je fiets neerzetten naar de Albert Heijn. Hier. Hier ons fiets neerzetten, Gert. We moeten bij de appie naar binnen, toch? Ja, klopt. Hier komt de opdracht. In de aanbieding zijn pakken Unox, soep, 1 plus 1 gratis. Dus ik wil graag op 2 pakken Unox soep. 2 pakken Unox soep? 2 Unox soep. En ik wil graag 2 André Lon shampoo. En 2 André Lon shampoo. Die is ook het 1 plus 1 gratis. Ja, dat is 1 plus 1 gratis. Die in de aanbieding zijn. Ja, enige. Volgens mij wel. Sneller zoeken, sneller doen. Ja, ik kom hier nooit. Oh. Dat zijn geen page. Dat zijn geen page. Paars. Nee, page. We moeten in de aanbieding zijn. Hij heeft ze te pakken. Hij heeft ze te pakken. Hij heeft ze te pakken. Lekker jongens, lekker. Afrekenen. We gaan afrekenen. Nee, serieus? Ze zijn zo ver al. Ja. Nee, wij zijn van Enzo Knol, zijn wij. Hoi. We gaan snel weg. Weg. Minecraft spelen in de winkel. Ja, rot nou maar op. Dat is beter voor iedereen. Ja. Groetjes. Hoi. Mevrouw, waar liggen de soepen Unox? Mevrouw, waar liggen de soepen? Die, daar. Pak van die. Deze. Pak die. Ja. Alle Unox. Oké, waar nu? Snel wegwezen hier. Mevrouw, zou het misschien erg vinden als wij deze twee producten, want wij spelen een spel. Zou je iets eerder mogen? Wij hebben voorgedrongen. Ah, ze hebben bij mij hier voorgedrongen aan de kassa. Daan, je moet opschieten, want het andere team heeft hun twee boodschappen al, zijn nu aan het afrekenen. Het andere team was al aan het afrekenen. 1 plus 1 gratis. Oké, we zijn naar buiten, Kom op, Vince, kom op, sneller. Hup. We gaan weer verder. Daar gaan we. We zijn weer op de fiets. We zijn weer aan het fietsen. Oké, ik wil dat jullie de Assenstraat zo weer naar buiten rijden. En dat jullie naar... Oké, super. Fietsen ze al? Nee, joh. Ja. Deze, alle andere... Gewoon een eentje. Nee, 2. Ja, maar gewoon... Wegwezen, snel. We zijn al aan het afrekenen. Maar waar gaat hij heen? Gaat hij nu naar links of naar rechts? Dat hij dan links gaat. We gaan naar links. We zijn op stapels. Sneller, Bikoe. Alsjeblieft. Wij zijn echt een goede control room mensen. Zo, maar echt. Oh ja. Oké, bij de molen ga je zo meteen rechtdoor bij de stoplichten, dat je de Rijnstraat op komt. Rechtdoor! We staan nu bij de stoplichten, Derek. Oké, goed zo. Dan rij je de Rijnstraat gewoon helemaal af tot je een oranje gebouw ziet. Oké, we rijden de Rijnstraat helemaal af tot we een oranje gebouw zien. Ja. En daar gaan we naar binnen. Oké, naar binnen? Naar binnen, ja. Leuk. Oké, einde van de straat moeten we rechts. Ja, weet je wie hier woont? Nou? Varkenaal Rijnsburg. Oh! Die woont hier, Esso naar hem. Esso naar Varkenaal Rijnsburg, toch? We zijn allemaal buiten adem, maar we gaan door. Derek. Jullie gaan John West tonijn halen die in de aanbieding is. Rechts, En de Always maandverband is 2 plus 1 gratis. Die moet je ook nemen. Wacht even. Waar is jouw team nu? Ben ik ook? Nee! We lopen voor, wat is jouw reactie? Ja, op daar, ik wil opschieten. In water, ja. We hebben er eentje, hij heeft moeite, maar we hebben er een. Rechtdoor, dan bij de T-splitsing naar links en dan meteen de eerste rechts. Hier links. Hier is een voetpad, oh nee. Dat maakt niet uit, hier. Links. Hier mag je nog fietsen. Links. De andere kant. Dat is toch een links, Mogol? Alles goed, fijn weekend hè. Waarheen? Eerste kruising linksaf. Naar links, hier op het fietspad. Nee, dit is verkeerd, je moet aan die kant. Nee, hier kan je toch gewoon op, jongen? Oh, we hebben er al eentje gevonden. We hebben ze al gevonden. Potverdorie. We hebben 3 Always maandverband. Moet toch? Ja. Hup, stop het erin. We gaan snel. Er stond net een hele oude vrouw voor Vince, maar we hebben de tijd. Oké, richting de Uiver. Fiets richting de Uiver. Ik wil je niet bang maken, maar het andere team gaat nu al naar de derde winkel. Jeffrey wil ons niet bang maken, maar het andere team is al bij de derde winkel. Ja, maar ja, weet je, ik word gewoon genaaid. Ik zei het je, toen de camera uit zat, ik zei ik word genaaid. Omdat Vince die heeft online lessen en ik niet. En die mag dan naar kantoor komen en ik niet. Dus ik word genaaid, hij mag eigenlijk wordt voorgetrokken. Ik zie moeten het. Hier links zijn moeten we. Nee. Kenny, je moet Jeffrey vertrouwen dat je wint. Okay. Zegt hij. Okay. Wat dan? Ik ga om, ik ga Gary, ik wil dat Gary wint. Ja, fuck dat. Jawel. Vince is gewoon lekker aan het winnen. Ik ben om.
Gary gaat winnen. Nee, helemaal niet. Jawel. Lul niet. Jeff is gedreven om te winnen. Hij wil echt dat Gary wint. En wil dat jij verliest. Omdat Gary boos is, maar we moeten winnen. Job, weet jij hoeveel geld je nog ongeveer over hebt? Ik denk dat we een schatting hebben van ongeveer een tientje. Daan, weet je hoeveel geld je ongeveer nog over hebt? 13,25 als ik me zo snel het kan herinneren. 13,25, oké. Jeff, wat moeten we halen? Hier komt het. Wat moet je halen? Het is toverrijst en kroephoek en wegwezen. Maar wel, de toverrijst van Lassie, die is voor 1 euro. En de kroephoek moet zijn van Koning Max. Dat is de tweede voor de halve prijs. Nou, dit vind ik kut. Oké, gewoon rustig aan. Hou je aan de maatregelen. Gewoon rustig wachten. Ik zorg dat jullie winnen. Het komt helemaal goed. Rustig aan, gewoon aan de maatregelen houden. Jij die zorgt dat wij winnen. Kijk, top, bedankt. Anderhalf meter. Oké, ik wil zo dat jullie bij de tramstraat bij de noordeinde erin gaan. En dan zie je een blauw gebouw. We gaan rechtdoor nog, we gaan straks bij het noordeinde erin. Ik zeg wel wanneer we naar links moeten. Ik dacht om mezelf even te verwennen. Je hebt maar een hele maaltijd. Wat een vent. We zijn bij het blauwe gebouw. Hooggebouw. Oké, dan ga je naar binnen. Ik wil dat jullie voor een buitenlands kaarsje halen voor 1 euro. En een leesbril met ledverlichting. Een buitenlands kaarsje en een leesbril met ledverlichting. Nee, een kaarsje. Gewoon een buitenlands kaasje. Kaas van... Kaas. Ja, maar het is brie en brie is buitenlands en het is een euro. Dus ik vind het goed. Mag ik wat vragen? Weet jullie waar de toverrijst ligt? Toverrijst. Nee. Ja, perfect. En kroephoek. Mag ik wat vragen? Waar ligt de kroephoek? Kroephoek weer op pad 1. Oké, top, bedankt. We hebben de leesbril met ledverlichting. Doe maar rustig aan, jongens. Hoezo rustig aan? Ja, zij zitten in een hele drukke winkel, zijn ze nu. Ze moeten wel een beetje aan de regels houden, toeren. Plus erbij, wij hebben het toch wel voor jou. Want jij stuurt ze pakken naar de Hoofdvliet. Nou, waar ze nu aan het afrekenen zijn. Wat, zeg jij? Ja, ze zijn nu, nu in de Hoofdvliet aan het afrekenen. Ja. Laat u rellen. De veter zit ook los. Kijk, Daan. Kijk, top. Nee hoor. Kom even geld tellen. Oh, we hebben zeker nog wel, we hebben zeker nog wel 2 euro. Nog maar 2 euro? Ah, mijn team heeft 12 euro. Hoe hebben we nog maar 2 euro? Nee, wacht, ik heb meer. We hebben 5 euro. Hoeveel euro? 5 euro hebben we nog. Dat andere team heeft nog maar 5 euro. Oké, het is wel kut, want het andere team heeft nog 13 euro of zo. Lekker. Helemaal voorraad. Is helemaal bezweet. Helemaal droog, wacht even. Is wel lekker. Ik heb even een watertje voor je. Ja. Lekker watertje. Even bijtanken. 4, kom hier. Hij is lekker bijkoelen. Kom even in je bek. In je bek. Gaat lekker. We gaan goed. Ze zijn dan te lang. Ik word helemaal gek van die mensen. Oké, Job. Job, kan je naar me luisteren? Oké, Jeffrey, zijn team is fucking slecht bezig. Ze lopen echt hartstikke achter. Wat is dit nou? Dus wat ik denk, wij gaan lekker naar de heren van Katwijk rijden. Nee. We gaan proberen een frietje te fixen, gratis. En dan rijden we naar de Lidl toe, zodat jullie even een lekker frietje kunnen eten. Omdat we zo lekker bezig zijn. We gaan een gratis frietje proberen te fixen bij heren van Katwijk. Heren van Katwijk, god, ja. Dat is goed. Maar bij de hoornen staan allemaal junkies. Dat klopt. Die gaan ons... Niks op te zeggen, dat klopt gewoon. Die gaan ons uitlachen. Slaan, tegenhouden, schoppen, in elkaar slaan, spugen, geen anderhalf meter houden. Ja. Wat lekker, Gerard. Ja, hè? Is dit lekker. Ik ga gewoon zeggen, rijd de hele Hoornerslaan af naar de zee toe. Ja, en bij het kruispunt van de Hoornersplein, daar mag je naar het Hoornersplein toe. Ga verder. We zijn bijna bij Heren van Katwijk. Dit moet zeker naar elke koop of zo. Er toch niet oh, zitten maar 2 in Katwijk. Ja. Dan moeten we hier alweer afstappen. Moeten we weer de Albert Heijn in? Als je daar je fiets neergezet hebt, mag je weer de Albert Heijn in. Wat moeten we hebben? 2 dozen Cadillacs drop autodrop. 2 zakken Smarties zijn ook een aanbieding. Oké, okay. Cadillac autodrop en Smarties. We gaan een patatje halen, je mag filmen, Marnix. Ik had een vraagje. We zijn bezig voor het tv-programma.
En wij moeten allemaal dingen kopen. Alleen nu is onze vraag, zouden we misschien een gratis patatje mogen? Nee, ja, ik mag dat niet geven, sorry. Kom zo ongevraagd binnen, weet je. Ja, vraag gewoon of je dan mag filmen. Mag filmen, maar niks. Vroeg ons af of je een patatje hebt voor 2 euro. Ja, dat heb ik wel. Oké, mooi. Dan wordt dat. Nou, dan wordt dat hem inderdaad. Ja. Hier ligt de snoep. Ja, ja. En dan die... Smarties. Die liggen hier niet hoor, die kan je niet meer kopen volgens mij. KitKat wel. Ja, KitKat hier. Die liggen hier niet hoor, die kan je niet meer kopen volgens mij. Ja, dat zijn die witte, zijn die. Dat staat, hier staat 2 voor 3,50. Oké. Is dat goed? Zouden we misschien ook gewoon een bakje en met gewoon koude patat mogen? Ja, ik vind het prima. Ja. Top, we betalen wel gewoon de prijs. Ja? Ja. Oké, 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 oké. Neem snel een hapje en ga door naar de melk. Wat hebben ze dan? Een patatje. Ze hebben een patatje. moet ik het doorslikken? Ja, je moet hem doorslikken. Even kijken hoor. Hij eet het patatje. Is hij lekker? Gewoon aardappel. Kut mensen. En gek. Allemaal debiel zijn ze. Allemaal rustig lopen, geen anderhalf meter houden. Gewoon dichtbij je staan. Jeff, waar moeten we heen? Ik ga het wel zeggen, naar de melkweg. Naar de melkweg, naar de Lidl. Naar de Lidl, ga naar de Lidl. Ja, naar de Lidl. Weet ik voor waar die tandtoenmelk weg is? Dan rij je langs de grote beer. Ik zou het echt cool vinden als hier een voice-over van Jeff onder zit. Hier is Vince opgepakt. Oké, Gary. Hier is Vince opgepakt. We hebben zelfs een frietje om Jeffrey te vernederen. Oké, we zijn bij de grote blauwe winkel. Oké. Zometeen moeten jullie een zak paprika chips in de aanbieding kopen en 2 mini appeltaartjes. Die zijn 2 stuks 1 euro. Oké, Vince is op zoek naar de paprika chips. Hallo meneer. Hoi. Als we daar komen, moeten we de boodschappen van hun stelen. Oh echt? Ja, dat is wel fucking grappig. Gaan we dat doen? Mag dat van Jeff? Geen idee. We hebben een zakje, we gaan 2 mini appeltaartjes halen. Hè? Er zit nog geen supermarkt in de buurt. Jawel! We gaan iets zoeken in de Lidl van 1,30 euro. En dan gaan we. Nog maar 1,30 euro. En dan gaan we het andere team opwachten. En dan geven ze alvast een troostprijsje. We hebben een bakje boter voor ze. En dan zetten we. Prima. Als jullie dit de volgende keer gaan doen, fiets door. Fiets door? Ja. Zet hier fiets neer. We gaan een van hun fietsen wegzetten. Omdat die tam toe druk is. Het is hier echt heel druk. Doe het! Ze gaan onze fietsen saboteren. Nee. Jawel, onze boodschappen liggen er ook nog. Ja, hun boodschappen daar gaan buiten. Ik heb het hier. We gaan hier weg. Ja! Nee! Waarom nemen jullie die boodschappen toch niet mee naar binnen? Ik ga naar buiten. Snel. Luister, jullie mogen nu naar het eindadres, want jullie hebben alle boodschappen. We komen ook naar de Hercules, zo snel mogelijk. Hey, Gary, we rijden helemaal verkeerd. Oké, rijd nu naar de Hercules toe, zo snel als ik kan en onderschep ze. Hun fietsen zijn pleiten. Waar hebben jullie onze fietsen gelaten? Ik heb ook mijn fiets nog. Hercules nummer ik ben onderweg. Kom nou snel. Ja goed, rechtdoor. En dan kom je als het goed is Hayara tegen straks. Rijd door, Gary, rijd door. Waar is de Hercules? Je weet toch wel wat de Hercules is? Dat is dat fietspad recht tegenover, bij de schorpioen en alles. Waar moeten we heen? Kijk, daar hebben we hier op. Ja, ik zie ze, fuck! Bel aan, waar moeten we aanbellen? Hey. Waar is de Hercules? Dat is hier over rol! Waar moeten we heen, Dax? Nee, jongens, fuck! We hebben gewonnen! Ja. Fuck Vince! Maar, er is nog één opdracht. Jullie moeten bij nummer aanbellen om de boodschappen af te leveren. Dat gaan we zeker doen. Hadden wij nou, heet de productie nou een gezin geregeld of niet? Nee. Dus we staan gewoon rennen voor het huis! Oh, gefeliciteerd! U heeft boodschappen gewonnen! Oh man, geen interesse. Zeker weten! Ja, ik ben bij de buren, die hebben echt heel veel behoefte aan. Oh, de nummer 4. We gaan naar die andere. Ja. Gefeliciteerd, u heeft boodschappen gewonnen, mevrouw. Wat vindt u hiervan? Waarvan? Ja, gratis. Ja, gratis gewoon, helemaal voor niets. We hebben lekkere autodropjes, we hebben rijst, soep. We hebben
KitKats. Heel lekker. Maandverband. Hebben we dat ook? Ja. Oh, maandverband zelfs ook. Hoeft u ze niet? Huh? Hoeft u ze niet? Nee. Gratis zelf. Nee joh. Nee. Hebben we al deze moeite voor niks gedaan, mevrouw? Nou, geef het aan iemand die het goed kan gebruiken. Dus de buurman zei dat u het goed kon gebruiken. Bosje bloemen dan? Bosje bloemen dan, mevrouw? Ik heb genoeg. Er zijn zat mensen. Wilt u wel een bosje bloemen? Ja, heb ik ook genoeg. Oké. Dan gaan we weer naar de buren. Dan gaan we weer naar de buren hiernaast. Gefeliciteerd, mevrouw. U heeft boodschappen gewonnen. Gewonnen? Boodschappen? Gewonnen. Jullie hebben boodschappen gewonnen. Wij hebben boodschappen gewonnen? Ja. Ja. We moesten een race doen tegen het andere team. En we hebben gewonnen. En nu mogen we jullie de boodschappen geven. Met een bosje bloemen. Oh. Nee, deze zit ook zelf. Oké. Okay. Nou, met een bosje bloemen. En wat was de gelegenheid? Ja, we moesten het hier afleveren. Ja, dat stond op het briefje. Ja, kregen we, ja. Nou, bedankt. Ja. Kan ik ze zo... Bedankt. Ja, ons wij hebben ons met een race gedaan. Moesten we alles doen. Kijk. Eens, meneer. Waar is die andere zak? Ja, dat is die andere zak. Oh, oké. Okay. Nou, en een bosje bloemen. Bosje bloemen. Oh, en het bosje bloemen, meneer. Nou, had ik niet kunnen doen. Ja, joh. Het is het minste wat we konden doen voor u. Dankjewel. Geen probleem. Mensen, bedankt voor het kijken. Jezus Christus, wat een kutspel. Ik denk dat wij het gewoon goed gedaan hebben. Jullie probeerden ons te vernederen. Maar dat jullie hier de spullen buiten laten staan, dat geeft aan. Wij zijn bij de supermarkt geweest, we hebben de spullen gepakt. Mochten jullie nou een andere mening hebben, laat het even weten in de comments. Of disqualificeren. Ja, laat me even weten in de poll hier. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was een geweldige strijd. Ook al leek het er niet dat wij gingen winnen. Wij hebben die doorzettingsvermogen. En ik ben het er niet mee eens, maar ik wens je toch een fijne winst. Dankjewel Job, wordt zeker gewaardeerd. En heb jij nou genoten van deze video? Vergeet dan niet de blauwduim omhoog te doen. En we zien jullie volgende keer weer. Oh, vergeet niet te abonneren, want bij de 30.000 abonnees gaat Job de Rijn in. Ja. Doeg. Doeg. Ciao.